Je luistert naar een Abel Classic. Elke woensdag en zaterdag verschijnt er een nieuwe aflevering. Volg ons in je favoriete podcast-app en mis geen enkel luisterverhaal van Abel. Abel Classic. De vos zonder staart. Er was eens een vos die in het bos woonde. Hij had veel vriendjes en speelde graag met andere vossen uit het bos. Om te klimmen over boomstammen of zich te verstoppen in holletjes. Maar op een dag had de vos veel pech. Want helaas zat zijn staart in de val. Na veel getrek en gesjor slaagde hij er uiteindelijk in om weg te komen uit de val. Maar zijn ongeduldige getrek kwam met een prijs. Want hij moest zijn mooie pluimstaart achterlaten. Wat nu? Dacht de vos. Hij wilde graag met ze spelen, maar was schuchter. Lange tijd bleef hij uit de buurt van de andere vossen. Want hij wist goed genoeg dat ze allemaal de draak met hem zouden steken, grappen zouden maken en hem achter zijn rug zouden uitlachen. Maar hij voelde zich eenzaam. Het was moeilijk voor hem om alleen te leven. En uiteindelijk bedacht hij een plan dat hem misschien uit de problemen zou helpen. Hij riep alle vossen bijeen en zei dat hij de stam iets belangrijks te vertellen had. De vossen kropen uit hoeken en gaten en stonden in een kringetje. Ondertussen peuzelden ze wat kastanjes op en zochten ze de mooiste bladeren uit. De vos zonder staart stond op en verhief zijn stem. Het was een lange toespraak over vossen die in het verleden door hun staart gewond waren geraakt. Zo vertelde de vos zonder staart over de ene vos die door een paar honden gevangen werd genomen toen zijn staart in de heg verstrikt was geraakt. De arme vos had niet snel genoeg kunnen rennen door het gewicht van zijn borstelige staart. Bovendien was het bekend, zei hij, dat mannen vooral op vossen jagen vanwege hun staarten, die ze afknippen als prijs voor de jacht. Met zo'n bewijs van het gevaar en de nutteloosheid van het hebben van een staart, zei de vos zonder staart, zou hij elke vos aanraden om hem af te knippen, als hij waarde hechtte aan leven en veiligheid. Toen hij uitgesproken was, stond een oude vos op en zei glimlachend, "Meester Vos, draait u zich even om, dan krijgt u uw antwoord." Toen de arme vos zonder staart zich omdraaide, ontstond er zo'n storm van hoongelach en getoeter dat hij zag hoe zinloos het was om nog langer te proberen de vossen ervan te overtuigen dat ze hun staart moesten afsnijden. De vos rende snel weg, diep het bos in. De moraal van het verhaal: luister niet naar het advies van iemand die jou tot zijn eigen niveau wil verlagen. Einde. Bedankt voor het luisteren naar een Abel Classic. Elke woensdag en zaterdag verschijnt er een nieuwe aflevering. Volg ons in je favoriete podcast-app en mis geen enkel luisterverhaal van Abel.